We staan hier voor het Gorkums Museum. Het is een klassicistisch gebouw uit 1860. En van 1860 tot 1995 was hier het stadhuis. Toen het te klein werd, is het stadhuis verhuisd naar een groot gebouw buiten de stadswallen. En toen kwam er dus ruimte vrij om hier het Gorkums Museum van te maken. In 1437 is hier voor het eerst een stadhuis gevestigd. En het aardige is dat van 1437 tot 1860 er ook schilders geweest zijn, en vooral in de 17e eeuw, schilders die ook burgemeester waren. Zo hadden we Jacob van der Ulf, die heeft eerst in de vroedschap gezeten en is later dus ook burgemeester geworden. Verschuring zat in de vroedschap en je zag op die manier dat er dus schilders waren die ook bestuurlijke functies hadden. Het aardige van dit gebouw is dat het eerst een bestuurlijke functie had en nu een cultureel centrum is geworden. Hier op de Grote Markt in Gorkum hebben we ook het Hugo de Groot poortje. Het poortje waar Hugo de Groot in de boekenkist doorheen gegaan is toen hij in 1621 vluchtte uit Loevestein in de boekenkist. Hij is hier door dit poortje gegaan naar het huis van Adriaan Daetzelaar. Die woonde aan de Gasthuisstraat aan de andere kant. En enkele uur later is hij verkleed als metselaar gevlucht naar Antwerpen en daarna doorgegaan naar Parijs. Dit is een schilderij van het stadhuis dat stamt uit 1437. Het was niet alleen stadhuis, maar ook politiebureau en rechtbank. Het heeft dienst gedaan tot 1850 ongeveer en toen in 1860 is hier het nieuwe stadhuis gekomen. Waarom vertel ik dit allemaal? In Gorkum werden er in de 17e eeuw drie schilders geboren die naast het schilderen ook in het stadsbestuur zaten. Jan Olus werd burgemeester en belastinginner, weliswaar niet in Gorkum, maar in Heusden. Jacob van Ulf zat in de vroedschap en werd burgemeester in Gorkum. En ook Hendrik Verschuring zat in de vroedschap van Gorkum en zelfs voor een deel in dezelfde periode als Jacob van Ulf. Dit zijn twee schilderijen van Jan Olus, een herder en een Rembrandtes schilderij van hem. Zijn werken hangen ook in bekende musea, bijvoorbeeld weer in de National Gallery in Londen, maar ook in het Museum of Fine Arts in Boedapest, het Mauritshuis in Den Haag, het Noord-Brabants Museum, daar hangt een prachtig bloemstilleven, en het Dordrechts Museum. Waarom hadden Hendrik Verschuring en Jacob van der Ulf een baan naast hun beeldend kunstenaar zijn? Wel, het antwoord is eenvoudig. Zij konden niet leven van hun schilderijen, hun prenten of hun tekeningen. Ze waren niet alleen daarin. Ook bekende schilders zoals Jan Steen, die had een bierbrouwerij in Delft. Jan van Gooien, die had onroerend goed. Hij handelde daarin. Aardvernier had een wijnkoperij. Jan van der Heijden was in dienst van de gemeente Amsterdam. Hij had de brandspuit uitgevonden en had ook iets inventiefs gedaan met lantaarns. En Nicolaas Maas, toch een hele bekende schilder, had een kaashandel. Dat betekent dus, het ging gewoon niet. Dat kon ook niet anders, want er waren in de 17e eeuw ongeveer 1500 schilders en de concurrentie was groot. Het werk van Hendrik Verschuring, dat zijn zowel schilderijen als tekeningen, zijn in bezit van vele beroemde musea in de hele wereld. Bijvoorbeeld in het Metropolitan Museum of Art in New York, de National Gallery in Londen, het Mauritshuis in Den Haag en het Rijksmuseum in Amsterdam. Ook het werk van Jacob van der Ulf, dat zijn ook schilderijen en tekeningen, is in bezit van het Mauritshuis in Den Haag, de Hermitage in Sint-Petersburg, het Louvre in Parijs en het Rijksmuseum in Amsterdam.
Wij zijn trots dat wij in het Gorcksmuseum deze prachtige schilderijen van Jan Olus, van Hendrik Verschuring en Jacob van der Ulft kunnen tonen. Met het tonen hiervan willen wij ook hier uitbeelden wat er in de 17e eeuw voor mooie kunst gemaakt werd. De volgende aflevering, en dat wordt aflevering 5, zal gaan over het werk en het leven van Jacob van der Ulft en Hendrik Verschuring.